Assalamualaikum, dag iedereen, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Welkom bij een nieuwe video van Food Dari. Vandaag inshallah gaan wij salami met jullie maken, op vraag van heel veel dames. Wat hebben we voor nodig? Ik heb hier dus 500 gram vlees, of ja, een mengeling van kipfilet en rundergehakt. En een halve zakje bakpoeder. In dit geval had ik dus 260 gram kipfilet en 240 gram runder gehakt, maar het mag zowel half om half zijn, zolang het maar een 500 gram tezamen is. En 4 volle eetlepels maïzena, 1 theelepel cayennepeper, 1 theelepel paprika poeder, 1 theelepel knoflookpoeder, 1 theelepel zout, een halve theelepel kippenkruiden. Dat hoeft niet, maar ik heb dat hierbij gedaan. Een halve theelepel gemberpoeder. En een halve theelepel een mengeling tussen zwarte peper en witte peper. 4 eetlepels olijfolie. 1 glas 150 milliliter water. Het moet ijskoud water zijn. Oftewel gewoon kraanwater met ijsblokjes erin. Dat kan ook. 2 eetlepels sambal oelek. Of eventueel een sambal dat jullie thuis hebben. Gewoon voor de smaak en het ook voor een beetje pit. En stukje rode paprika. Maar dit is niet iets dat moet. Ik heb dat er gewoon bij gedaan, puur omdat ik mooi vind, omdat ik die rode stukjes in die salami mooi vind. Het geeft ook wel een beetje smaak, maar het gaat mij meer om die stukjes, zeg maar, die te zien is. We pakken een kom en doen we alles erin. Dus zowel de kruiden en de water en de maïzena. En de olie, gewoon dus echt letterlijk alles erin, en dat mengen we dan samen. Dus allemaal te samen mengen. Ik had hier al ik had eerder een recept van salami gemaakt. Maar toen had ik een mix gebruikt van de slager. Die kocht ik altijd bij de slager. Maar ik had nooit gedacht dat ik eigenlijk hetzelfde resultaat zou krijgen met ingrediënten die ik thuis heb. Dus het is precies hetzelfde resultaat dat je ervan krijgt. Ik zou zeggen, probeer het en ik weet zeker dat jullie het een super lekkere salami zullen vinden. En dat het iets is dat jullie heel vaak thuis zullen maken. Want ik ben iemand die ervan houdt om dingen thuis te maken. Maar vooral ook de salami, omdat ik die niet wil. Ja, ik kocht hem vroeger wel. Maar sinds ik weet van, je zit daar veel troep in. En soms af en toe vind je dingen in die er niet in horen. Heb ik zoiets van, ik koop dat niet meer. Ik heb liever dat ik het zelf maak. Dan dat ik iets koop met veel troep erin. Dus dit is een resultaat. Dit is echt een, ik zou zeggen, probeer het. Laat een reactie achter. Ik hoop echt dat jullie dat zullen proberen en een reactie achterlaten. Want daar doe ik het voor. Ik doe het voor de mensen om ze gewoon iets bij te leren eigenlijk. Dingen dat ik ken, wil ik graag met iedereen delen. En ik hoop dat jullie de recepten goed vinden. Hier miste ik een stukje waar ik dus mijn vlees en kipfilet in mijn blender deed. Of in mijn mixer. Maar ik heb dus mijn vlees erin gedaan. Ik heb dat een beetje gemixt apart samen. Zonder de kruiden. Zonder die mengeling van de kruiden. En daarna deed ik pas de kruiden erbij. En liet ik dat weer verder mengen. Totdat het heel goed gemixt is. Hè? Maar jullie zullen zien van hoe het hoort te zijn. Maar het moet echt super. Het moet een soort van paté worden eigenlijk. Jullie zullen dat wel zo zien. Hoe dat hoort te zijn. Een plakkerig goedje, maar zodra het gekookt is, dan is dat om te smullen. Ik gebruik dus deze mixer. Ik weet niet, ik heb dat niet geprobeerd in een blender, want ik weet niet of dat gaat lukken. Want niet iedereen heeft zo'n mixer thuis.
Je kan het eventueel proberen in een blender, mochten jullie die thuis hebben. Wie geen mixer, wie zo'n hakmachine niet thuis heeft. Maar dan moet je de kipfilet wel in hele kleine stukjes snijden natuurlijk. Dan help je je blender ook een beetje mee. Maar zoals ik al zei, we mixen dat heel goed. Zoals jullie te zien zijn. Het is zeker dat ik mix dat zeker een 4 minuten achter elkaar. Tot een soort paté eigenlijk. En wat doe ik? Ik had dus een heel klein beetje gepakt. Ik had dat gebakken in een pannetje. Gewoon puur om te zien of de zout goed was. Want ik was bang dat het dan dat het flauw zou smaken. En ja, een salami dan hoort niet flauw te smaken. Dat moet toch goed op smaak zijn. En dat was precies goed. Dus dat was echt precies goed en perfect qua smaak. Ik heb wel alleen cayennepeper bij gedaan, omdat ik het gewoon pittig wil. Ik hou van heel veel pit. Dus dat was het enige dat ik miste. Maar dat voor diegenen die niet van peper houden, of van niet te veel peper houden, raad ik het af. Maar voor mij was dat goed om het erbij te doen. We hebben dus hier plastic folie. Dat rollen we uit op een blad of op een tafel of wat dan ook. Ik heb hier een aanrecht, op mijn aanrecht doe ik dat. En dan doen we het, zijn twee stroken op elkaar gelegd, zoals jullie kunnen zien. Zodat ik een hele lange stuk heb. Want je moet het kunnen rollen. Namelijk. En dan pakken we dus onze mengsel of mengeling van het runderhakt en kipfilet. En dat zetten we helemaal aan het begin van onze... Pardon. Dus onze mengeling, dat zetten we dus aan het begin van onze plastic folie. Dus helemaal aan het begin, zodat we dat kunnen uitrollen. We leggen het in een lange strook eigenlijk. Zo in de lengte leggen we dat. Zodat we daar een mooie rol van kunnen vormen. Hoe dunner de rol natuurlijk, hoe dunner je salami zal worden. Als je graag een brede, dikke worst wil, of ja, worst, salami wil, dan hoef je hem niet lang in de lengte. Ja, moet je hem gewoon niet lang laten, moet je hem wat korter houden en dan... En als je hem uitrolt, dan blijft hij dus eigenlijk dik. Dan heb je een bredere salami. Dus zo hoort ons mengsel eruit te zien. Het is een zachte mengsel. Zoals jullie zien. Het is makkelijk te bewerken. Sorry, dat is mijn dochter op de achtergrond. Dus wij rollen, zoals je zegt, je ziet, ik gebruik gewoon een spatel, dat is het makkelijkste, zodat ik alles uit die mixer kan halen. Ik zal proberen om dat zo goed mogelijk uit te leggen en te laten zien hoe je dat moet doen. Om dat gewoon goed uit te rollen. Dus we rollen dat heel goed en we moeten hem strak rollen. Dus jullie zullen zien dat ik dus probeer om hem strakker te maken of strakker te krijgen. En dan moeten we dus een knopje krijgen of maken aan het uiteinde ervan. Dat was een beetje moeilijk de eerste, omdat het strookje een beetje te kort was. Maar het lukt. En dan gaan we dus het andere uiteinde, dat knopen wij ook.
Want we zullen dat ook nog wikkelen in aluminiumfolie. Dat is heel belangrijk. Dat houdt onze, dat houdt de rol mooi strak. En vorm ook. Dus dat helpt bij, de vorm, bij, nou ja, bij het behouden van de vorm, zeg maar. In die lange rol. Dat je wilt hebben. Sorry. Niet dat me horen. En dat was het. Het is precies hetzelfde als met de plastic folie. Dus we nemen twee stroken. Dat zetten we op elkaar. En dan doen we dus de rol erbovenop. En dan rollen we dat weer net als aan het begin. En dat was het eigenlijk. En dan begin, als je ziet van je kan nog altijd nog een strookje bij doen. Of twee stroken zelfs, aluminium. Nadat je het... Nadat je het zeg maar ingewikkeld hebt, kun je er altijd nog een rol aan toevoegen. Een stukje aluminiumfolie aan toevoegen. Dan zet je erin de rol, zeg maar. Zoals je ziet, dus we hebben een hele mooie rechte rol hebben we behaald. Dus in mijn geval had ik er nog een stukje erbij gedaan. En dat rollen we en dan gaan we dat straks in water, heet water koken. Dus we doen een pan, zo'n groot mogelijke pan dat je hebt. Dat vullen we dus met water. En dan laten we dat opkoken, laat het borrelen. Dus het moet borrelen. En daarna zet je hem op laag vuur. En daarna mag het niet meer borrelen, zoals jullie hier kunnen zien. Het heeft geborreld en daarna zet ik het op zijn laagst. En dan kunnen we onze salami erin doen om het te laten koken. Want mocht het nou borrelen, dan heb je een grote kans dat die aluminiumfolie eruit gaat. En dat het water in je salami gaat. En dat is niet de bedoeling, want ja, dan gaan al die smaken eruit. En dat is niet de bedoeling. Dus we doen onze rol water met de opening aan de onderkant. En dat zit, zoals je ziet, het is precies even groot als mijn pan. En dan laten we dat koken. Ik heb hier, het heeft ongeveer een uur en een kwartier geduurd. Maar ja, een uur, een kwartier, een uur, een anderhalf of anderhalf uur is geen probleem. Het maakt niet zoveel uit. Dus een anderhalf uur is ook goed. Zo weet je zeker dat het goed gaat. Hij is nog heel heet. Ik heb hem echt letterlijk uit het water gehaald. Want ik was een beetje enthousiast erover. Ik wil hem zo graag zo snel mogelijk filmen en zo, zodat ik een video kon maken. Maar uiteindelijk heeft het toch langer geduurd dan ik het zou willen. En dan snijden we een stukje van het uiteinde. En daarvan snijden we telkens een stukje. En dan het blijft ongeveer een week, 10 dagen is goed in de koelkast. Maar bij mij blijft het nooit langer dan een week. Dus zo lekker is het eigenlijk. Nou, dit is het resultaat. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En zet zeker een reactie, laat zeker een reactie achter van wat jullie van de salami vonden. En deel het met jullie vrienden en dierbaren, zodat zij er ook gebruik van kunnen maken van het recept. Ik zou zeggen, tot de volgende video, inshallah. En dan kom ik weer met iets nieuws.